zoals ze zien op de Hoge Weg in Amersfoort. Arjan en Jan Bart wachten op een tractor die al eerder was opgevallen. Spannend, hè? Welke kant? Links. Oh ja? Ja. En wat was daarmee? We zagen een tractor rijden met een grote aanhanger erachter. Die lag helemaal vol met zand. En dat was niet afgedekt. Het steekt ook ver boven de rand uit. Dus gaan we even staande houden, deze meneer. Het volgteken wordt aangezet en... Even kijken of hij mee wil. Ja. Jan Bart spreekt de bestuurder aan. Heer, goedemiddag. Heb je voor mij je rijbewijs even? De reden dat je aan de kant gezet was dat je met zand rijdt wat niet is afgedekt. Waarom heb je dat niet gedaan? Ja. Dus je gokt het maar dat je geen bekeuring krijgt. Nou, die krijg je nu wel. Dus je moet wat gaan regelen, want je mag zo niet verder. Ik ga je zo verder brengen, maar we gaan eerst even bekeuring met je afhandelen, ja? We hebben je verklaring opgenomen. Bekeuring is €380 plus 9 euro administratiekosten. Die komt bij jou thuis terecht. Ik weet niet of jouw baas die gaat betalen voor jou. Maar zorg dat dat gebeurt, want anders blijft hij op jouw naam staan. Dan gaat hij verhogen. Dan moet je wel in de gaten houden. Yes? Moet je verder nog vragen? Oké dan. Ga je voorzichtig achter ons aanbrengen, wil je even daar naartoe. Ja? Zo gezegd, zo gedaan. Hij rijdt achter ons aan even naar het chauffeurscafé. Met een dikke boete van maar liefst €380 moet hij bij het chauffeurscafé wachten tot zijn collega's een afdekzeil komen brengen. Daarnaast staat de boete op zijn eigen naam, dus moet hij hopen dat zijn baas...